Hallo en welkom bij aflevering 30. We zien vandaag Thorsten en Björn Robbins van Sarolea. Het elektrische motormerk dat hoge ogen zal gooien in de toekomst, dat merken jullie dadelijk wel. Voor zij die houden van deze afleveringen, voor zij die het interessant vinden, zou ik zeggen, abonneer je zeker via Spotify of waar je anders je podcast verzamelt. Of voor zij die van de videoversies houden, abonneer je op het YouTube-kanaal. En recent iets nieuws, je kan deze aflevering of deze afleveringen, deze show, ook steunen via Patreon. Zoek het zeker even uit. Je kan betalen per aflevering of gewoon helemaal niks betalen. Enjoy the ride. Björn, Thorsten, ik zou zeggen welkom, maar ik ben welkom bij jullie hier vandaag. We zitten buiten in de laatste zomer of de eerste herfstzon om te exploreren. Ik heb daarnet vernomen, een first real video interview met vooral Thorsten. Is nog zelden of nooit in het publiek verschenen. Allee, toch niet op video. Je zult merken, beste kijkers, dat een rustige, stille mens is. Maar ik ga toch proberen een paar interessante quotes te ontlokken. En Björn, die kan het wat beter uitleggen. Enfin, ik weet niet wat hij het beter kan uitleggen, maar hij legt het meer uit. Björn is CEO van Sarolea, want we zitten bij Sarolea. Ik ga straks aan de heer vragen om dat uit te leggen, van wat dat komt en wat dat is. En Thorsten is het technisch brein. In klassieke start-up termen zouden we zeggen de CEO en de CTO. Maar het is de CTO die ook andere dingen kan dan programmeren. Ik wist zelfs niet of je kunt programmeren. Ik kan niet terugwinnen. Maar jij wel, een beetje. Jij weet hoe dat je kent de technologie. Ik zou kunnen programmeren. Ik heb een opleiding gevolgd, informatica, dus ik zou het moeten, maar het is een lang vergane tijd. Dus we hebben andere mensen die in ons team die programmeren. Dus we zitten bij een tech-startup waar dat er de twee leading, waar dat de CTO geen programmeur is. Laten we zeggen, dat is al een speciaal geval. Bon, Sarolea, mensen die van motoren houden, die kennen dat merk. Maar laten we zeggen dat de meerderheid van de Belgen, Vlamingen, dat merk misschien al van gehoord hebben, maar eigenlijk niet zo goed weten van waar dat komt. Er zit een mooi verhaal achter. Waarom dat Sarolea vandaag van jullie is, van hier. Vertel eens een beetje de geschiedenis van het Sarolea-merk en hoe dat bij jullie terechtgekomen is. Dus voor de mensen die niet zo veel van motors kennen of weten. 50 jaar geleden waren er meer dan 100 Belgische motorfietsmerken en bromfietsmerken. En Sarolea was eigenlijk het allereerste Belgische motormerk. Dat is een familie, de familie Sarolea, met Joseph aan het hoofd. Die heeft in 1850 een fabriek opgericht in Herstal. En die zijn daar begonnen met munitie, fietsen. En dan in 1901 hebben ze de eerste motorfiets gemaakt, wat dat wij nu eigenlijk een fiets zouden noemen en een motor in, een speed pedelec. Dus 1901, dus voor veel bekende, nu nog bekende grote merken zoals Harley Davidson of Indian. En die fabriek in Herstal, die was daar gevestigd omdat daar de industrie, de Waalse industrie kwam daarop. Er zaten er nog bekende motorfietsmerken zoals FN, die nu nog steeds bestaat, en Gillette. Die fabriek is in de jaren 60 met de komst van de Japanners, de snelle, betrouwbare, goedkopere motorfietsen zijn eigenlijk de meeste Europese merken beginnen het moeilijk krijgen. En is Sarolea uiteindelijk ook eind jaren 60 gestopt. En in 2010 heb ik beslist om te kijken of ik dat merk terug nieuw leven kon inblazen. En dat is dan ook zo gebeurd. En de reden waarom we specifiek voor Sarolea gekozen hebben, is tweeledig. Ten eerste, het was het eerste Belgische merk. En ten tweede, onze grootoom André van Heuverswijn, die ook hier in de streek woonde, was in de jaren 50 fabriekspiloot voor Sarolea, in de motocross wel te verstaan. Want ze waren vooral actief in de motocross als ontwikkelings- of testterrein voor een technologie om dan in de productiemotors te integreren. Dus onkel André die heeft altijd voor Sarolea gereden, dus dat was een logische stap om te kijken om die naam terug
terug nieuw leven in te blazen. Dus Sarolea gebruikt het Sarolea. Dat is nog wel interessant. We zitten hier trouwens, we hebben het over de streker. We zitten in de rand van de Vlaamse Ardennen, of de start van de Vlaamse Ardennen, in de buurt van Oudenaarde. Ook mijn hometown. Dus we zijn, we zouden dat hier in het, en passeert een boer nu ook. Ik denk dat we die gaan. Er passeert een boer, dus we zitten op de buiten. We zouden dat interview hier ook in het platte Oudenaarts kunnen doen, want ik denk dat we alle drie die taal machtig zijn, maar we gaan de mensen dat besparen. Ja. Ik wil daar nog iets over zeggen, maar met kwijt, maakt niet uit. Sarolea. Sarolea, ja. Want hier in Oudenaarts spreken ze over een Sarolea. Ja. En ik, daarnet heb ik je ook horen zeggen, ja, Sarolea. Ja, ja, maar er staat een accent op de E. Ja. Wat is het nu? Is het een Sarolea of een Sarolea? Het is waar je goed bij voelt. Hè. Ja, inderdaad, wij zijn ook opgegroeid, we hebben ook altijd gezegd, een Sarolea. Maar eigenlijk is het Sarolea. Ja, oké. Okay. Goed, dus Sarolea gebruikt de races, motocross dan, als een technisch testenomgeving. En eigenlijk zijn jullie vandaag hetzelfde aan het doen, denk ik dan. Hè? Want er staat hier een motto achter ons. Hoe noemt die? SP7. SP7. Dat is de motto die de Isle of Man heeft meegereden. Ja. Hoe lang is dat geleden? Deze motor heeft in 2016 meegedaan. Dit chassis. Dit chassis. Ja. Dus dat is, op de camera zie je dat waarschijnlijk niet van zover, maar daar zit geen motor. Enfin, daar zit wel een motor in, maar er zit geen verbrandingsmotor in. Dus het is vooral een duidelijke, een elektrische motor. Dus Sarolea vandaag ontwikkelt elektrische motors? Ontwikkelt motorfietsen die geen uitstoot hebben. En vandaag zijn dat elektrische motors. Maar het is niet zo dat wij ons daartoe verbonden hebben om tot in der eeuwigheid elektrische motors te doen. Vandaag is dat met een batterij. Dat zou kunnen op termijn naar iets anders gaan, naar waterstof of eender andere vorm van energietoelevering. Maar absoluut geen motorfietsen die uitstoot hebben. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Oké, motorfietsen zonder uitstoot. Als ik nu kijk naar het team hier, we zullen straks nog hebben over de rest van het team, dat hier niet is, hè, maar we hebben hier de twee co-founders, of ik denk dat Thorsten misschien, ja. Thorsten is de echte founder, jij bent begonnen, jij bent met het zot idee begonnen, ik ga dat merk kopen, en al direct met het idee van ik ga een uitstootvrije of elektrische motor bouwen met dat merk, of was dat nog niet? Het idee van de elektrische motor was er voor het idee van het merk. Ah, ja. Ja. Dus het idee van de elektrische motor is er eigenlijk simpelweg gekomen, omdat wij zijn opgegroeid rond de motors. En in 2009 was er op die Isle of Man, het eiland van Man, een bekende TT races, bekend, befaamd, was er voor het eerst een elektrische klasse. En dat heeft eigenlijk de aanleiding gegeven om te zeggen van oké, we kunnen dat ook, we gaan dat doen, we gaan dat gewoon doen. Ondanks het feit dat we voordien nooit geen motors gebouwd, ontworpen hebben, laat staan iets met elektrische voertuigen gedaan hadden. Dus het was allemaal nieuw. Dat was 10 jaar geleden dus eigenlijk. En vandaag 10 jaar geleden. Vandaag 10 jaar geleden. Ja. Dus het viert de jubilee eigenlijk. Van de, ja. Van 10 jaar nieuwe Sarolea, elektrische Sarolea. En dan heb je in 2010 al... Of 2009 al direct deelgenomen aan? Nee. Dat was de eerste wedstrijd. Ja. Dus dan hebben we die beelden gezien, want ik was daar ook niet bij. En dan is het idee begonnen en dan zijn we begonnen met hoe gaan we dat doen? Het is vooral omdat het duidelijk was in 2009 dat de technologie en de motorfietsen, dat het eigenlijk nog nergens stond. Ja. Het was een wit blad, iedereen was aan het vertrekken van een wit blad. Iedereen moest nadenken hoe gaan we in iets wat compact is en klein is en hoe gaan we daar batterijen in steken, welke motoren gaan we gebruiken, hoe gaan we dat aansturen. Dus duizenden vragen en de kwaliteit van de motorfietsen die in dat jaar rondreden was bedenkelijk. En het idee van Thorsten was vooral met de kennis en zijn achtergrond, en daar komen we misschien nog wel op, en het team die er toen ook al was, kunnen we dat waarschijnlijk wel beter doen. Beter betekent het jaar erop dan al, als ik het goed begreep? Nee. Het heeft
eerste jaar dat we meegereden hebben was 2014. Ah, 14. Dus ja. Het heeft okay. Nogal een keuze. Nog even bezig geweest ja. Om te bouwen. En beter betekent dat er ondertussen één of twee, enfin, drie racemotto's ja. Gebouwd zijn. Die hebben nog iets bijzonders naast het feit dat ze elektrisch zijn. Ze zijn ook volledig in carbon gemaakt. Nu, mensen kennen, ik ken de carbon van een keer een carrosseriestuk, een keer een helm voor de motorrijders soms, een dure helm, of soms zo iets decoratief. Maar in de racerij en in de Formule 1 is carbon echt ook een structureel dragend element. En ik denk dat dat een van de elementen is die Sarolea ook bijzonder maakt, juist? Ja, we zijn vandaag de enige productiemotorfiets ter wereld met een carbon chassis. Elektrisch. Elektrisch, wel te verstaan. Elektrisch komt eigenlijk altijd op hetzelfde neer. Een van uw grootste vijanden is dat gewicht van die batterij. Proberen om dat gewicht van die motorfiets toch binnen de perk te houden en liefst zo dicht mogelijk bij de conventionele tweewielers. Dat is mijn core business. Ik heb een achtergrond in het bouwen van composiete onderdelen, dan vooral voor Formule 1 teams en space. Ja, vertel. Ja, wel, ja. Ik heb ooit op een terrasje in Oudenaarde daar een interessant verhaal over gehoord. Over de jonge Thorsten die met zijn mobilet naar Engeland reed. Ja. Mogen we dat verhaal horen nog? Ja, toen ik heb redelijk lang gestudeerd, met wisselend succes. Op een bepaald ogenblik dacht ik van het wordt tijd dat ik echt mijn handen uit mijn mouw steek. Dan ben ik begonnen rondbellen naar alle raceteams en Formule 1 teams in de UK. Omdat daar toch het gros zit van de teams. Om te vragen of ik daar een job kon krijgen in composieten. Ik had zelf al een beetje geëxperimenteerd, maar ik had toch zeer beperkte kennis. Natuurlijk was er niemand geïnteresseerd in een kleine Belg die geen kennis had en die in België woonde. Toen ik zoveelste keer iemand aan de lijn had, heb ik gezegd, I'll work for free. En dat was een vrijdag en hij zei, you can start next week. Maar ik was nog redelijk jong en mijn enige vervoermiddel was een brommer. Een MBK-scooter. Een scooter. Een MBK-scooter, ja, echt waar. Ja. En dan door Engeland, was in Surrey, het was niet zo heel ver, ben ik door Engeland gereden met rugzakken en zakken. En ben ik daar aangekomen. En ze hebben mij kosten en inwoon betaald. En ik heb daar een paar maanden gewerkt en dan waren mijn centjes ook op en dan ben ik mogen beginnen. En dan kreeg ik 5 pond per uur. 5 pond per uur? Ja. Pond stonden wat meer, stonden wat hoger ten opzichte van een euro dan nu, maar goed, het was toch nog altijd niet veel geld. Ik dacht van ik heb het gemaakt. Hè. De mensen gaan me hier betalen om te leren hoe ik Formule 1 uit dus moet maken. Want het was een onderaannemer voor verschillende Formule 1 teams. En ik heb daar. Ik heb daar veel gewerkt en veel geleerd en na een jaar had ik de sleutel van de fabriek, want ik was er altijd. Ik had geen vriendin, ik had tijd. Ik heb daar weken gehad van 900 uur, zeker in het hoogseizoen. En ik heb er eigenlijk mijn métier geleerd. Ja. Ja. Dus je hebt Formule 1 auto's gebouwd? Ja. Ik heb dat 10 jaar lang gedaan. Ja. Echt. In vooral composiet, dus carbon in de volksmond, denk ik. Ja, carbon. En vooral freelance. Dus bij de team zelf, bij de raceteams. Ik heb dat ook gecombineerd met Le Mans. Want ik heb een enorme passie voor endurance racing. Uh-huh. Nog meer dan voor Formule 1. Formule 1 is voor mij echt een uithangbord van technologie. Nu misschien iets minder dan 10 jaar geleden. Maar Le Mans is voor mij de racing spirit tot en met. Hè. Dat is endurance racing is 24 uur. Sowieso of langere periodes rijden met auto's. Want we spreken eigenlijk tot in dat stuk over auto's vooral. Ja. Hè? Ja. Ja. Maar je hebt daar ook, als je Thorsten Robbes opzoekt op het internet, dan vinden die je ook nog wel terug als je Le Mans intypt. Ja. Ik heb 10 jaar ook Le Mans gedaan als teammanager. En ik heb ook de 24 uur van Le Mans gewonnen overal, met privéteam, Team Go.
Audi Japan. En in 2004 overal 24 uur van Le Mans gewonnen, als jongste teammanager ooit. Dus zo. Een hoogtepunt in mijn carrière. Ja, dat denk ik dat we wel. Ik herinner mij dat we vorig jaar in Le Mans rondliepen en dat de CEO noemt dat dan zeker van. Van de directeur sportief, ja. De directeur sportief, pardon, die een dame is trouwens. Ja. Dat die, allee, dat is, als je die Sherry tegenkomt, dan is dat. Old friends. Hè? Ja, mijn tweede thuis, ja. Ja. Dus wat ook wel fascinerend is. Ik dacht ook een verhaal is dat op zich weinig mensen, relatief weinig mensen weten. Dat, want dat is eigenlijk redelijk spectaculair. Mijn bedenking. Goed, maar ervaring in composieten, ervaring in de racerij. Motto's, geboren, opgegroeid tussen de motto's en de brommers, van alle soorten. Dus daar moest een elektrische motto uitkomen die waarschijnlijk ook in de racerij misschien ooit wel... Ja, nee, die begonnen dus in de racerij op het Isle of Man. Maar zit hier nog iemand, hè? We hebben Bjorn nog niet veel gehoord. Ja. Een heel andere keuzes gemaakt in de IT-sector. Ja. Een beetje minder rock and roll dan Thorsten, denk ik. Nog dat, by the way, jullie zijn broers. En niet alleen broers, ook nog tweeling. En zelfs identieke tweeling. Ja. Het is eigenlijk al het vestimentaire en de baarden en zo maken en andere brillen maken dat je het op het eerste zicht niet ziet. Maar als je diep in de ogen kijkt, zie je... Ja. Als ik een paar weken spaar en ik heb ook zo'n pet, die ik wat minder opzet, maar Belgisch, maak leid trouwens ook. Van hier een beetje verder in Nazareth. Dan beginnen we al meer op elkaar te lijken. Ja. Maar er is minder rock en roll en andere keuzes gemaakt. Ja, Thorsten is heel snel naar het buitenland vertrokken. Heeft in Nederland gestudeerd, in Engeland gewerkt. Is dan naar Japan verhuisd. Heeft in Duitsland gewoond en gewerkt bij Porsche. En ik ben onder de kerktoren blijven hangen. Ik heb informatica gestudeerd in Gent. Misschien met iets meer succes dan Thorsten. Ik ben heel snel gaan werken. Er was heel veel vraag naar informatici. Dus ik was eigenlijk onmiddellijk aan de slag. En ik heb ben in de softwarewereld terechtgekomen. Niet als programmeur, maar als consultant. Vooral in de ERP en CRM-wereld. Voor een aantal bedrijven gewerkt. En uiteindelijk voor mezelf begonnen. En mijn eigen kleine KMO opgestart en uitgebouwd. En CRM-implementaties gaan doen bij heel veel Vlaamse KMO's. Een heel andere insteek. Maar dat geeft ook een beetje het profiel weer van wat jullie vandaag doen. Want vandaag runnen jullie Sarolea samen. Ja. Zoals ik in het begin zei, jij meer de zakelijke kant en met investeerders gaan praten en dat soort. En doe wat meer naar outward going. Ja. En Thorsten komt het atelier niet uit, normaal gezien. Eigenlijk mag hij niet. Hij komt tot hier, maar verder mag hij eigenlijk niet. Mm-hmm. Want hij moet werken aan het materiaal. Lukt dat eigenlijk? Want is dat een voordeel of is dat een nadeel? Twee broers en dan nog een tweeling die samenwerken. Want jullie zijn terug... kennen elkaar al iets beter, ondanks het feit dat het een identieke tweeling is, toch zeer verschillend. Hè? Of misschien niet, ik weet het niet. Ja, we zijn super complementair, maar we denken ook wel hetzelfde. Het is heel raar. We kunnen letterlijk, we hebben al heel veel gehad, dat we letterlijk op dezelfde moment een telefoon nemen om naar elkaar te bellen, of letterlijk in de chat hetzelfde bericht sturen naar elkaar of in de groep. Dus we zijn gesynchroniseerd. Maar de achtergrond en de insteek, en misschien de reden waarom dat we het doen, is heel verschillend. En daardoor complementair. We weten eigenlijk heel goed waarin iemand goed is, waarin iemand minder goed is. En we kunnen, denk ik, ook wel misschien net iets meer van elkaar verdragen. Dan andere co-founders. Want soms is het ook minder, hè? Allee. In families, relaties, soms heb je het ook domme keer een effect dat je makkelijker uitvliegt tegen iemand die je al heel je leven kent. Dan... Dat zal wel zo zijn. Dat zal wel zo zijn. Ja. Dat hebben we wel, maar dat is goed. Dat is goed, want dan gaat het ook vooruit. Ja. Dan is het een keer
een keer hard tegen hard en dan de volgende dag is het weer gas geven. Hè. Ja. Wat mij wel fascineert, het verhaal van Thorsten gehoord en dat is bijna voor een boek van te schrijven. Allee, de logica zelf komt dat bij Sarolea en allee, het klopt helemaal. Het zou bijna niet anders gekund hebben. Bij u is het anders. Allee, je zei consulting, IT. En je zei daarnet, de reden waarom dat ik doe wat ik doe is anders. Waar zit dat verschil dan? Wat is uw reden? Wat is jullie drive? Bij mij is het simpel. Het is gelijk Steve McQueen. Hè. Steve McQueen heeft, als hij Le Mans de film aan het maken was, dan heeft hij gezegd, life is racing. All the rest is waiting. Hè. Everything before and after is waiting. En dat is voor mij de essentie in het leven. Racing, ja. Oké. Okay. Zeer simpel. Dat is zeer simpel, dat is fantastisch ook. Ja, oké. Okay. Ja, mijn eerste reden, initiële reden om mee in te stappen is, hoe raar dat ook klinkt, is te zorgen dat Thorsten voor de rest van zijn leven kan gaan racen. Dus zorgen dat er iets is, inkomsten, klanten, investeerders, een business die ervoor zorgt dat hij altijd kan doen wat hij doet, omdat hij daar super, super goed in is. En omdat daardoor dingen ontstaan die gewoon bijna rocket science zijn of bijna van deze wereld weg zijn en dat super cool is. En de tweede reden is omdat ik voel mij wel een ondernemer, dus ik wil iets uitbouwen, ik wil iets... En er is een team met ongelooflijk capabele mensen. En om te zorgen dat iedereen in dat bedrijfje, want vandaag zijn we nog relatief klein, dat iedereen daar zijn ding kan doen, zijn passie kan uitleven en dat we samen naar de races kunnen gaan. En dus de combinatie van hard werken, veel fun hebben, maar ook toch iets uitbouwen. Iets dat op langere termijn, hè, Sarolea, dat bord is 100, meer dan 100 jaar oud. We willen er samen voor zorgen dat het binnen 100 jaar, 150 jaar, whatever, nog bestaat, dat de motorfietsen die wij vandaag bouwen, dat die binnen 50 jaar, dat die nog altijd rondrijdt. Dat is eigenlijk de langere termijnvisie. Iets degelijk uitbouwen, met de juiste redenen, en zeker geen korte termijn. Want je spreekt over korte termijn, lange termijn, je vermeldt het daarnet. Je wilt dat binnen 100 jaar, 50 jaar, de Saroleas van vandaag nog altijd rijden? Ja. En hoe doe je dat? Hoe zie je dat voor u? Want het is rap gezegd natuurlijk, maar ik heb motto's van... jullie hebben hier ook een staan van 100... Nee, het zal geen 100 jaar zijn, van 50 jaar oud. 90 jaar oud, voilà. 29 jaar. Ja, en die rijdt nog altijd... Rijdt nog altijd vlot en lekt geen olie. En hij start redelijk vlot voor een motto van die leeftijd. Ja. Indien het is al vroeger ook zo gestart, maar hoe gaat dat gaan? Maar dat is omdat er extreem zorg voor gedragen wordt, omdat daar iemand mee rijdt die dat ding graag ziet. Maar voor de rest, de meeste auto's en tractoren gaan vandaag, oké, die gaan 10 jaar mee, maar eigenlijk worden ze na 3 tot 5 jaar beginnen al door te verkopen. En een auto van 20 jaar oud mag de meeste steden niet meer binnen tegenwoordig. Hoe ga je dat doen met zo'n Sarolea? Onze filosofie is eigenlijk niet verschillend dan de filosofie van Sarolea 100 jaar geleden. En die was eigenlijk zeer kwalitatieve motors bouwen. Zeer, zeer goede materialen gebruiken. Duurzame materiaal, die dan ook de kostprijs wel opdrijven. Maar we zijn hier niet aan begonnen om iets te maken dat maar 3 jaar meegaat. De bedoeling moet zijn dat het zodanig goed is dat de kinderen en de kleinkinderen, en dat die motors binnen 90 jaar zijn. En hoe gaan we dat doen? Dat is eigenlijk enorm simpel. Die batterij, dat is een consumable. Die batterij die gaat alleen maar beter worden. Dat is eigenlijk het stukje van de technologie die nog het meest progressie gaat doormaken. En misschien blijft dat een lithiumbatterij. Misschien worden dat ultracaps, misschien wordt dat een kleine waterstof. Dat kan van alles zijn. Ja. En die kan er ook uit. Die kunnen we vervangen. Dus
de drager van de fuel, van de dus brandstof. De batterij is een benzine in de tank. Voilà, voilà. En die benzine van 100 jaar geleden, dat is niet die benzine van nu. Ja. En die batterij van nu, die zullen niet die batterij zijn van binnen 100 jaar. Maar alles daaromheen moet eigenlijk fantastisch goed gemaakt zijn en betrouwbaar en veilig. En ik denk dat we daar de juiste keuzes gemaakt hebben. De juiste, Om daar iets aan toe te voegen, dat is ook onze visie naar sustainable mobility, om een Engels woord te gebruiken, je kunt iets maken dat geen uitstoot heeft, dat carbon neutral is, en dat dus in de steden maar. Maar als je dat om de 5 jaar weggooit, op een stort, of je moet recycleren of weet ik veel, ja, dat is ook niet helemaal, dat klopt ook niet helemaal. En bij ons is het zo, we proberen het zo goed mogelijk te maken. We zorgen er ook voor dat het, als er dan toch iets aan is, dat het kan hersteld worden. Wat dat vandaag met veel producten ook al bijna niet meer mogelijk is. Dus de combinatie van die twee, iets duurzaam maken in de zin van, het gaat tientallen jaren meegaan. Ik denk dat dat een uniek proposal is dat we hebben naar onze klanten toe. En door het feit dat we dat op die manier doen, dat we dat ook met de hand bouwen en dat dat met heel veel liefde en passie gebouwd wordt, dat het ook iets is dat de mensen gaan waarderen en koesteren en zorg voor dragen. Ja. En dan is de cirkel rond. Ja, eigenlijk is het de ultieme circulaire economie. Dat is een object nooit moet weggooien. Dat het gewoon blijft werken. En okay, die batterijen, dat zullen we dan nog wel zien. Dat is even een tussenstap die we moeten maken. Want, maar zelfs die gaan langer mee. Dat Sarolea-tasken hier, binnen 100 jaar... Gaat dat nog bestaan. Gaat dat nog bestaan. Ja, ja. Ja, dat was al een beetje... Dat was er al wat dingen af. Maar, dat brengt ons bij dichter bij vandaag. Want we hebben deze motor staan, maar jullie hebben... 2 jaar geleden is het zeker al ondertussen, of anderhalf jaar, de eerste productiemotor, ik weet niet of we het productiemotor mogen noemen. Klantenmotorfiets. Ja, dus de motorfiets die je gaat verkopen aan klanten, ontwikkeld en klaargezet. De Manx 7, MANX 7. Maar dat heb jij niet alleen gedaan, veronderstel ik. Ondertussen is er een beetje team bijgekomen. We hebben het er al gehad over een team. Ja, ik heb die eerste motor ook niet alleen gebouwd. Ah ja, dat was er ook al team bij. Ja, er waren er ook al mensen bij. Je kunt zoiets niet alleen doen. Dat is niet, er komt zeer veel bij kijken. En het is ook een bijzonder team, want er zitten veel vrijwilligers. Niet allemaal, maar er wordt heel veel vrijwillig gedaan. Laten we beginnen. Er zit veel familie bij. Ik denk dat dat belangrijk is. Dus het gaat niet alleen. Ja. Torsten en mezelf, een van de eerste mensen die er al bij was, lang voor ik er was, was onze neef Bert. Die er vandaag nog altijd 100% of 200% voor gaat. Ons papa, onze onkel, Rob. Dus het is inderdaad een groter team. Waarvan dat de meeste mensen al jaren samen met ons, en vooral samen met Torsten dan, aan het sleutelen zijn, aan het werken zijn, ideeën aan het genereren zijn, aan het uitwerken zijn en motorfietsen aan het bouwen zijn. Ja. Ja. We komen dan bij die Manx 7, die dan recent een zuster gekregen. Een zuster, ja, ik was aan het zoeken hoe dat ik het moest noemen, waarbij dat het fundamenteel dezelfde motor is, denk ik, mogen we zeggen, maar met een heel andere look, hè. Dus de N60, N60. Iedereen lacht. De mensen. Ik ga niet verklappen van wat jullie mogen het verklappen, maar... Ik zeg je ook van Oudenaarde. Wel, iedereen die van Oudenaarde is, of die al eens naar Oudenaarde komt, die heeft niet per se positieve connotaties, denk ik, bij de N60. Maar jullie hebben die naam wel gekozen voor die motto. Laat het ons een beetje mysterie houden. Mensen moeten maar gaan opzoeken wat dat is. Het mag ook altijd een beetje mysterie blijven. Hè. Maar dat is de Mighty Machine, die in een branding collaboration ontwikkeld is met een aantal andere mooie brands. Maar dat zijn de motoren waar dat jullie er van de Manx 720 verkocht hebben. En van de andere, weet ik het niet, niet zo belangrijk. Enkele. Ja. Ook enkele verkocht hebben. Dus die gaan geleverd worden. Maar dat is een productiemodel, of een motto die straks op de weg gaat rijden. Met een normale nummerplaat.
Wat voor team hebben we daarvoor nodig? Wie zit daar dan in? Die mensen, je hebt een aantal mensen die het uit sympathie links en rechts bouwt en helpen, een keer niet helpen, maar ondertussen is het toch ook echt een team met mensen die bezig zijn met, elektronica, hoe moet ik me dat voorstellen, dat team? Wat zit daarin? Wat voor functies? Want het is niet gelijk in een klassieke start-up, een CTO en een front-end developer en een back-end developer en een marketing en een, het is anders, hè? Wat moet ik me daarbij inbeelden? Of is het toch vergelijkbaar? Denk dat divers, voor zover dat ik er verstand van heb van die andere start-ups, maar dat zeer divers is. We hebben ook software mensen, maar er zit enorm veel hardware in. En je hebt die twee die moeten parallel groeien. Hè. Het een mag eigenlijk niet veel voorlopen op het ander, het een mag het ander ook niet tegenhouden. We hebben ook marketeers denk het grote verschil met andere start-ups die ook in de hardware bezig zijn, is dat we heel veel zelf doen. Ook aan de hardware zijn, dus niet alleen aan de software zijn, maar ook aan de hardware zijn. Dus het product wordt ook fysiek hier gebouwd. Ja. De batterijen worden fysiek hier samengesteld. De chassis worden fysiek hier, de motor wordt fysiek hier gebouwd. Dat wel ons uniek maakt. Dus dat zijn ingenieurs, dat zijn mensen die met elektronica bezig zijn, met mechanical engineers, met composieten, met 3D-printen. En het lijkt alsof dat wij, als ik al die profielen opnoem, dat we een team van 100 mensen zijn, wat dan niet zo is. Maar iedereen heeft eigenlijk heel veel verschillende patches. Er zijn mensen die, de mensen bij manier van spreken, die de batterijen samenstellen, dat zijn ook Rob, die doet ook de modeling. Dus iedereen heeft, Thorsten, ikzelf, fotografie doen we ook intern. Ikzelf ben samen met graag bezig met de marketing en de website en de social media. Dus we hebben, zoals in elke start-up, veel verschillende patches. Maar ook heel veel mensen die echt fysiek dingen doen, creëren, printen, frezen, draaien. Waar we ook geen schrik van hebben, dat is om iets te doen waar we absoluut geen kaas van gegeten hebben. Dus voor ons, toen we begonnen zijn, elektrische motoren, batterijen, ik wist er niets van. Dat kennis die je volledig zelf hebt opgebouwd. Motors ontwerpen. Dat was allemaal nieuw. Nu komen er steeds meer gespecialiseerde profielen bij. De eerste motors heb ik zelf ontworpen. Ook de carrosserie, het bodywork. Nu hebben we daar een echte automotive designer voor. Die de Mank 7 ontworpen heeft en de N60. Dus het wordt een beetje meer gespecialiseerd, maar dat laat nog steeds toe dat iedereen verschillende dingen mag proberen. Als we iemand hebben die geïnteresseerd is in 3D-printing, en we gebruiken veel 3D-printing voor het in de prototype fase, maar ook in de productiemotors zitten er 3D-geprinte onderdelen. En dat is ook vrij uniek, denk ik, in de automotive. Iedereen heeft de kans om echt alles uit te proberen en dat we het ook boeiend. En zo leren we soms ook zaken, of ontdekken we soms zaken, waar we dan niet, in eerste instantie niet zo bij stilgestaan en moest iedereen gewoon altijd hetzelfde doen. Door het feit dat we niet alles weten en geen 50 jaar ervaring hebben in automotive of in design, of gaan we gewoon anders denken, gaan we out of the box denken, komen we met oplossingen. En zijn we erin geslaagd om de motorfiets, we hebben het er juist even aangehaald, te creëren die superveel efficiënter is dan wat dat er vandaag op de markt is. Gewoon omdat we anders denken, omdat we geen schrik hebben om zaken te proberen. Er is geen draaiboek, hoe bouw je een elektrische motorfiets. Nee. Als ik nu al die dingen hoor, het is start-up in de garage, en het is letterlijk in de garage. Maar wel in een sector die vandaag gedomineerd wordt.
in de motorwereld zijn de fabrikanten nog... Er zijn eigenlijk bijna geen kleine motorfabrikanten meer, want ze zitten allemaal in grote concerns. Zelfs de meer exclusieve, à la Ducati, maar dat is eigenlijk ook al niet meer klein. Dat zijn allemaal gigantische fabrikanten. En terecht dat die... met gigantische productie- en development teams. Nu, dan een start-up in hardware. Er is een gezegde in de start-up wereld, zegt hardware is hard. Maar dan, ik heb zelf wel ervaring met Onac, met een aantal andere start-ups waar er hardware bij betrokken is, waar we in geïnvesteerd hebben. Maar dit is nog een ander niveau. Ik bedoel, dit is iets dat straks op de weg moet rijden. Of dat op de weg rijdt, hè. Dus van deze heeft een nummerplaat. Naar veiligheid toe, naar complexiteit toe, software, hardware. En je hebt dan ook nog niet altijd de makkelijkste keuzes gemaakt. Like, we gaan dat in carbon doen. Er zit ook relatief weinig standaard. Enkel de ophanging zeker en de remmen, dat zijn zo de, wat iedereen doet. Maar voor de rest is alles zelf gemaakt. Met een klein team, of een relatief klein team hè, ten opzichte van zo'n vrijwilligers, dat betekent tijd. Dat het ook waarschijnlijk allemaal een stuk langer duurt. Dat betekent ook, time is money, is in de start-up wereld ook geen loos. Allee, dat is een oud gezegde, maar je weet ook, hoe run je zoiets? Hoe overleefde je als kleine fabrikant, ja, die ook nog eens kosten heeft, hè, want het is ook niet gewoon een laptop. Hè. Je maakt dingen kapot, je maakt dingen, je koopt dingen, je moet een batterij kopen, bouwen. Hoe run je dat? Hoe zorg je dat dat overleeft? Door vooral met onze voeten op de grond te blijven, ons gezond verstand te gebruiken, de ervaring te gebruiken die we hebben. We zijn ook geen twintigers meer. Hè. We komen niet uit school en we hebben al wel wat levenslessen, goede en minder goede, achter de rug. Die gebruiken we. En vooral door eerlijk te zijn tegenover onszelf, tegenover ons team, tegenover onze klanten, van wat we kunnen, wanneer dat we het kunnen. Maar vooral volharden, denk ik. We zien het niet als een project. Een korte termijn project is een lange termijn project, dus we hebben ook een lange adem. Het is een marathon, we zijn een marathon aan het lopen. En soms is de snelheid wat lager dan dat we graag zouden hebben. Maar het gaat dan vooral over de journey, hè? De weg die we aan het afleggen zijn. En niet zozeer over de eindbestemming. Voor ons is er eigenlijk geen eindbestemming. Oké, als de klanten al hun motorfietsen zullen hebben, zal dat tof zijn. Maar we gaan de doelen steeds verleggen. En door compromissen te maken. Ik ga nog gaan werken. Ik ga fulltime gaan werken. Er zijn nog veel mensen in het team die fulltime werken. Door gezond verstand, voetjes op de grond, doelen te stellen die realistisch zijn, maar die toch net ambitieus buiten onze comfortzone. Ja. Dus daar zijn we zeker niet bang voor. We willen nu deelnemen aan de 24 uur van Le Mans. Met de motorfietsen, dat is onuitgegeven. Hè. Een elektrische motorfiets die 24 uur aan een stuk op Le Mans zal rijden. Dus toch wel een stukje uit onze comfortzone treden. Dat is uit iedereen's comfortzone, denk ik, ook van de Le Mans organisatie waarschijnlijk zelfs. Ja. Die moeten misschien stroom extra voorzien in de pitlane. Ja. We zien ook... Ja, het gaat niet zo snel als dat we soms zouden willen. En misschien hoogstwaarschijnlijk niet voor onze klanten. Maar langs de andere kant, we zijn nog altijd veel sneller dan veel van die grote constructeurs. Ja. Met veel meer mensen en meer budget. We zijn nog altijd voor. Technologisch gezien zitten we nog altijd... En als je dan die Manx 7 neemt nu, maakt niet uit welke uitvoering, maar dat is het toestel vandaag. Wat maakt die dan zo speciaal? Wat zijn daar nu de drie dingen van dat je zegt van, ja, maar daar zijn wij nu echt voor op de rest? Wat iedereen altijd vraagt bij een elektrisch voertuig is, hoe ver kan hij rijden? Hoe snel kan ik hem opladen? En wat vragen ze nog? Hoeveel weegt hij? Ik denk dat we daar zitten we met cijfers
die waar dan als concurrenten alleen maar van dromen. We zitten met een range van boven de 300 kilometer, echte kilometers, hè, want er wordt mee gereden, we weten dat is echt zo. We zitten met gewicht 40-60% lager dan als concurrent. En hoe kom je aan 40% lager dan de concurrenten? Het is een oefening in efficiëntie. We zijn een start-up, dus we hebben een beperkt budget. Dus dat stimuleert enorm de creativiteit. Dat gaat ook met minder meer proberen doen. En minder betekent ook met minder onderdelen toch hetzelfde laten doen. En dat zorgt ervoor dat gewoon minder weegt. Ook de materialen die we gebruiken, hè, carbon, er zit veel titanium in, vliegtuig aluminium. Maar het is vooral een efficiënt voertuig. En de motor is niet efficiënt. Hè. Aerodynamisch gezien is dat eigenlijk geen groot succes. Nee, motos zijn... Want er zit daar... Een mens op. Een mens op, die al dan niet meer of minder aerodynamisch is, maar meestal minder. En dat maakt het zeker niet makkelijker, want die mens die daarop zit, heeft enorm veel invloed op het verbruik. Dat is niet gelijk in een auto, of dat je daar alleen in zit of met vier, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Maar het is vooral de grens gaan opzoeken. En daarvoor is onze racing zo belangrijk. Want bij racing dan gaat het om de kilo's, maar ook om de grammen. 100 keer een paar gram, dat is ook een paar kilo's. Hè. Ja. En daar gaan we echt de limieten gaan opzoeken. En dat resulteert op het einde van de rit in een Mank 7 die 25% efficiënter is dan onze concurrenten. Waar dat er bijna dubbel zoveel batterijcapaciteit is voor een gewicht dat toch 40-60% lager is. Ik denk, als je de motorfiets ziet, dan mocht je er niet naar kijken als een motorfiets. Dan moet je denken, dat is een Formule 1 wagen op twee wielen. Ja. We gaan echt Torsten en het team gaan echt de limieten gaan opzoeken, de grammen gaan zoeken, de aerodynamica software de via AI en connectiviteit en echt het ultieme uit dat voertuig gaan. Zonder na te denken of zonder ons veel vragen te stellen over, dat is misschien een beetje contradictorisch, maar zonder ons veel vragen te stellen over de kostprijs. Hoeveel gaat dat voertuig uiteindelijk kosten, is niet onze driver. Hoe kunnen wij het beste voertuig bouwen? Het beste voertuig ter wereld. Het slimste voertuig, het meest efficiënte voertuig. En de kostprijs, dat zien we dat wel. En als de motorfietsen daardoor op termijn twee keer zo duur zullen worden, dan is dat maar zo. Ja. Je hebt het over de slimste, dan gaat het niet meer over gewicht, maar dan gaat het over... Ik vermoed batterijsturing, de elektriciteit. Wat doen jullie daar? Of hoe kunnen daar een verschil maken ten opzichte? Ja, laten we eerlijk zijn, Tesla. Die zijn al zo lang bezig. Die zijn technologisch ook best wel slim. Hè? Dat is de slimme ingenieurs. Wat maakt dat jullie daar iets kunnen doen? Of zijn jullie beter, slimmer? Wat doen jullie anders? Ik denk dat wij vandaag... Een van de weinige, zo niet de enige, een van de weinige motorfietsen zijn waar dat 4G-connectiviteit op zit, waar dat we de data van de motorfietsen real-time binnennemen. De meeste motorfietsconstructeurs hebben eigenlijk weinig informatie over de voertuigen die ze verkocht hebben aan de klanten. Uitzonderlijk een keer als er een probleem is, komt die binnen in de garage en wordt er een diagnose gesteld en zal er wat data binnenkomen, maar wij monitoren honderden parameters in elke motorfiets aan een heel hoge frequentie. Dus we hebben ongelooflijk veel data. We hebben relatief weinig motorfietsen, maar we hebben heel veel data. We racen al sinds 2014. Het is zeer kwalitatieve data. We hebben testmogelijkheden. We kunnen simulaties doen, software simulaties. We kunnen simulaties doen op een dyno testbank, dus intern. We kunnen gaan testen op vliegveld. We hebben een partnership met Spa-Francorchamps. We kunnen daar gaan testen. Dus we kunnen heel iteratief te werk gaan. En de resultaten die we boeken of de kennis die we opdoen, die kunnen we heel snel terugvoeden naar de motorfiets. Dus onze... het is een agile methode van ontwikkelen, maar dan op een voertuig. En ik denk dat er
weinig of geen, die dat, behalve die, Tesla. Die dat op die manier doen, want een gemiddelde ontwikkelingstraject voor een motorfiets spreekt tussen de 5 en 7 jaar. Dat is niet omdat ze op een agile manier gaan werken. Ja. En betekent dat dan dat jullie ook technologie hebben die je los van de motoren zou kunnen verkopen? Of een methodologie of kennis? Ja, en dat doen we ook al. Hè. Dus misschien niet gekend bij het grotere publiek, maar eigenlijk in ons businessmodel heb je de motorfietsen die het uitgangsbord zijn, de technologie driver enzovoort. Maar ons businessmodel is scalen door onze technologie aan anderen, aan grote OEM's, aan andere partijen te gaan verkopen, licentiëren enzovoort. En dat doen we vandaag al. Dus je zal in de komende maanden en jaren heel veel van onze technologie terugvinden in andere applicaties. Ook in wagens, in misschien in vliegtuigen, in boten. Beetje zoals, ik kom even op de naam van het merk niet, het Engelse Formule 1 en automerk. Williams? McLaren? Ja, McLaren. Ze doen het allemaal, hè? Ja. Is dat? Ja? Is dat ja. Ja. Ze hebben allemaal een technologiepoot. Williams Engineering, die batterijtechnologie ontwikkeld heeft voor de eerste generatie Formule E-auto's. Nu is dat McLaren. Ze zitten allemaal in de medical. Zowel de grotere Formule 1-teams dan. Dus ja. Zijn jullie over 20 jaar ook een soort Formule 1-team? Maar dan like in. Ik bedoel dan niet letterlijk Formule 1, maar in de zin van een inderdaad de combinatie van racen en technologie? Ja, ik denk dat het logisch is om daar naartoe te gaan, want racing, daar gaat de limieten gaan opzoeken en het zou dan jammer zijn om met die technologie niets te doen, business-wise. Dus ja, dat is een logische evolutie dat we daar naartoe moeten. Het geeft natuurlijk ook veel voldoening om te zien dat iets wat in een moto ontwikkeld is, dat dan getransporteerd wordt naar een andere plek. Maar racing comes first, hè? Dus het zal altijd op de eerste plaats komen, zijn verdiensten, en dan zal ik met mijn team wel zorgen dat er ook inkomsten uit gegenereerd worden. Het is belangrijk dat we, want het is gemakkelijk om te zeggen, ja, we kunnen dat doen. Onze technologie kan dat doen, maar je moet het ook nog bewijzen. En de beste manier om te bewijzen is om tegen je concurrenten dat face-to-face op een racetrack te gaan doen. Hè. Vandaag zijn onze concurrenten, ja, goed, dat zijn ook start-ups, dat zijn al geen start-ups meer, dat zijn al financierde bedrijven. Maar goed, we zien dat we daar nog altijd voor zitten. Ook toen, want er beginnen wel meer en meer motto's op de markt te komen die, ja, een jaar geleden was dat nog een exclusiviteit, iets heel speciaals, een elektrische motto. Vandaag beginnen er, en die er mogen zijn. Allee, de Zero's bijvoorbeeld, ja, in het begin, dat zag er niet uit, dat ziet er niet uit, maar tegenwoordig zijn er mooie, knappe, slimme motto's. Hoe zien jullie, jullie zeggen van ja, maar wij spelen in een andere klasse, of hoe moet ik me dat... Ja, ik denk de motorfietsen, wij willen niet in concurrentie gaan met de BMW's en de Honda's en van deze wereld. We willen niet de Tesla van de motorfietsen worden. Dat is niet de bedoeling. We willen de McLaren of de Koenigsegg of de Pagani van de motorfietsen worden. Ja. Dus Sarolea zal nooit een massaproduct worden. De motorfietsen toch niet. De technologie zal misschien wel in grotere volumes bij andere fabrikanten terechtkomen. Maar het zal altijd een zeer beperkte oplage zijn, een zeer beperkt aantal motorfietsen wat we jaarlijks gaan produceren. Dat is volgens mij essentieel om te kunnen overleven. Ja. Als wij gaan doen wat de groten doen, dan is binnen 5 jaar game over. Ofwel zit je met een duidelijke exit-strategie. Je zegt oké, we gaan zorgen dat we interessant worden voor die grote spelers.
Maar dat is niet de filosofie achter Sarolea, het motorfietsmerk. Dat is niet de bedoeling om daar afscheid van te nemen op korte termijn. Ik vind het eigenlijk wel fantastisch hoe dat er in Sarolea heel veel samenkomt. Er komt geschiedenis met high-tech samen. Of jullie brengen dat hier samen. Dus je zit echt op een kruispunt. Er zit passie voor racen en de machines die daarvoor gemaakt worden. Met een business insteek en ja, een zicht meer van op kunnen we die technologie op een ander businessmodel ook gaan verdelen. Dus als een start-up maakt eigenlijk van Sarolea opnieuw een start-up. Dus er zijn heel veel parallellen die samenkomen bij jullie en die dan ook nog bij twee tweelingbroers samenkomen. Dus dat is eigenlijk wel een heel mooi, ja, moet ik het zeggen, een mooi verhaal. Een belle histoire, zouden ze zeggen in het Frans. Ik ben net wat romantisch te klinken. Ja. Moet misschien een keer een pintje gaan drinken ondertussen. Het is een team effort, hè. Ja. Het is zodanig complex. Je hebt veel gepassioneerde mensen nodig om het te doen werken. Ja. Maar het is ook een product dat zich leent om mensen enthousiast te houden. Ja, daar kan ik ook van getuigen. Allee, ik ben al een paar keer mogen wat dichter in de inner crowd zijn, mede omwille van de nummer 8 van de Manx 7, waar mijn naam naast staat. Dus dat, maar ook gewoon uit de interesse en dan zie je al die mensen en dan merk je inderdaad dat dat een hoop mensen zijn die zich in de eerste plaats scharen rond een verhaal en een passie. En dat maakt het echt wel boeiend. We hadden het voor de opname hier nog over merken en dit is echt een marketingverhaal, maar een marketingverhaal in de positieve zin van het woord, niet in de zin van het is een marketingverhaal van we hebben er marktjes op gekleefd en nu gaat iedereen dat tof vinden. Nee, het is een gedragen verhaal van mensen die erin geloven en we dat gewoon dat het alleen al voor het verhaal zou kopen of u er zou willen voor werken of er dingen mee doen en dat zijn, hoe noemen ze dat, authentieke merken. En dat is wel knap om van een oud merk een hypermodern, authentiek merk te maken. Er zijn veel merken die geloven dat door storytelling dat ze goede marketing kunnen doen. Maar bij ons komt het echt vanuit ons hart en vanuit ons team. En dus moeten wij daar eigenlijk ook geen nieuw over nadenken. Het is zeer natuurlijk en daardoor kunnen we het ook volhouden op lange termijn. Ik denk dat wel We hebben ook een grote verantwoordelijkheid naar die mensen die gedurende die periode waar dat Sarolea niet bestaan heeft en lang daarvoor ook zorg gedragen hebben van al die oude Sarolea's en ervoor gezorgd heeft dat merk ook blijven leven is. Hè? Ja. Want kun je je voorstellen dat dat voor vele van die mensen toch wel een shock was. Get the pun. Ja. De eerste keer dat ze hoorden dat Sarolea merk terug en dat ze terugkwam als elektrisch. Dat was, ja. In het begin lag dat wel moeilijk. Maar omdat we toch veel respect hebben voor de historiek en de oorspronkelijke filosofie, kwalitatief hoogstaande producten bouwen, racing en ook diversifieren. Want Sarolea die hebben ook motoren gebouwd voor hun vliegtuigen. Die hebben fietsen gebouwd, die hebben van alles gedaan. Dus daar zitten veel parallellen, maar dat komt vooral uit een soort verantwoordelijkheidszin van wij moeten dat doen, niet voor ons, maar voor al wat er voorgegaan is en wat er nog gaat komen. Dus. Wel, na dit gesprek ben ik, we kennen elkaar een tijdje terug al, maar na dit gesprek ben ik er nog meer van overtuigd dat Sarolea met zoveel roots, met zoveel authenticiteit, met zoveel enthousiasme, met zoveel, maar tegelijkertijd met zoveel forward-looking ambitie en positieve energie, dat alleen maar een succes kan worden of kan blijven, want het is nu al een succes. Maar we weten wat we bedoelen, hè, ook dat het bedrijf even groot of veel groter nog wordt dan het ooit geweest is, lang geleden. We weten ook, met alles wat we gezegd hebben, dat niet gemakkelijk zal zijn, maar dat is met geen ene start-up zo. En je hebt waarschijnlijk de moeilijkste van de moeilijkste weg gekozen. Maar terug, alleen al daarom en met zoveel heritage, is het ook, denk ik, aan iedereen, aan al jullie stakeholders, zal ik ze maar even noemen, om in de hipwoord te gebruiken, om Sarolea mee te helpen, voortstuwen, om daar een opnieuw of verder een succes van te maken. Dat een Belgisch succes is, mag ook eens gezegd worden, hè? Belgisch vlagje in het logo. En
voor ons dan eentje uit de Oudenaarde, wat is een bescheiden stad, maar die ook wel wat ambitie kan gebruiken. En het zou mooi zijn als we dat met, het zal mooi zijn als we dat met Sarolea nog verder kunnen trekken. Absoluut. Mannen, bedankt voor het interview. Merci Bert, super graag gedaan. En dat wil zeggen dat er veel Sarolea's verkocht mogen worden en vooral dat ze lang mogen rijden. Ja, absoluut. Hey, bedankt voor het luisteren en of het kijken. En ik heb nog een klein verzoek voor jullie. Naast het abonneren via de verschillende kanalen ben ik ook op zoek naar feedback. We hebben grootse plannen met de show en ik zou graag weten wat jullie interessant vinden. Dus als jullie dit een goede aflevering vonden of niet, luister je liever of kijk je liever? En vooral, wat wil je bijleren? Wat wil je horen? Dat is de eerste vraag. Tweede vraag is, dat is een beetje een speciale vraag. Ik ben eigenlijk benieuwd wat voor jou als ondernemer het grootste, dagelijkse, praktische probleem is waar je mee bezig bent. Niet van funding of ingewikkelde, moeilijke dingen, maar gewoon dingen waar je als ondernemer dagelijks mee bezig bent en je van afvraagt, dat zou toch een pak handiger kunnen. Ik denk bijvoorbeeld aan BTW-bonnetjes op restaurant. Een hele nozel, maar als je daar feedback over hebt, als je daar ideeën rond hebt, laat het achter in de comments of stuur mij een berichtje. Tot de volgende aflevering.